Operations Control Centre is eigenlijk het hart van de KLM. Hier wordt het netwerk bestuurd. In principe is iedere afdeling die iets met de afhandeling van een vliegtuig te maken heeft, vertegenwoordigd in het Operational Control Center. We hebben 4 leads in de besturing zitten: ground lead, customer lead, fleet lead en een crew flight lead. We zijn verantwoordelijk voor de hele KLM-vloot, dus 400-500 vluchten per dag. Ik ben verantwoordelijk voor de klant. Dat betekent dat we een klant van A naar B brengen op de manier zoals hij initieel geboekt heeft. Er zijn natuurlijk allerlei factoren waardoor dat anders kan zijn. We hebben te maken met techniek, we hebben te maken met weer. En dan gaan wij kijken van wat kunnen we doen om die klant zo goed mogelijk alsnog naar zijn eindbestemming te brengen. Ik ben zelf als fleet lead werkzaam in de voorbereiding. Dus alle vluchten van morgen tot en met een scope van 2 weken vooruit zetten wij op registratie. En pakken we de verstoringen op die bekend zijn op dat moment. Dus bijvoorbeeld stakingen, personeelstekorten. Daar hebben we afgelopen tijd heel veel mee te maken gehad. Ik ben de flight dispatcher en wij maken de vluchtroutes voor de cockpitbemanning. Alle verstoringen zijn van invloed op mijn werk. Dat kan zijn netwerkverstoringen, vertragingen, het zijn weersverstoringen. Ik heb eigenlijk een hele leuke dag als er heel veel misgaat. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar het maakt je werk wel leuk als je gewoon heel veel voor een vlucht kunt betekenen. Het is gewoon een hele dynamische functie. Het allerleukste in mijn werk vind ik de diversiteit. Alle afdelingen zijn vertegenwoordigd in het OCC en daardoor kunnen we snel schakelen met elkaar. Wij proberen als er iets misgaat te repairen. En het is alleen maar mooi als we zien dat een klant dan een bericht ontvangt en daar gewoon blij mee is. Dan is dat voor mij een mooie dag.